Ik vind het eigenlijk schandalig. Ik vind het ook veel te vroeg. En ja, ik vind het voor de familie ook dat het niet kan eigenlijk dit. In principe vind ik gewoon vasthouden. Aan de ene kant denk ik, hij moet weer een kans krijgen. Maar aan de andere kant snap ik dat familie en vrienden daar geen vrede mee hebben. Zijn vrijstelling, om het zo te zeggen, wordt onze beperking. Is onze extra straf. De vader van Fleur ziet het dan ook niet zitten dat Walter van Wee deze zomer, als zijn proefverlof start, naar zijn huis in Loosdrecht mag. Dat is vlak bij de plek waar hij Fleur aanreed en vrienden en familie regelmatig bij het herdenkingsmonument komen. Wat ongeveer 100 meter van zijn locatie zou zijn waar hij dan eventueel zou verblijven. We hebben hier vrienden, we hebben kennissen, werk om ons heen waar we dan eventueel of niet meer naartoe kunnen. Of het wel doen en constant over je schouder moeten kijken. In maart 2016 wordt Fleur hier aangereden als ze met haar auto de weg op wil rijden. Walter van Wee houdt met te veel drank op een straatrace met zijn zoon. Hij kan Fleur door de hoge snelheid niet meer ontwijken. Ze raakt zwaar gewond en overlijdt. Ik begrijp dat iemand terug moet komen in de maatschappij. Maar het is vooral de manier waarop hij zijn houding heeft aangenomen. Dat hij niet de ballen had om de verantwoordelijkheid te nemen van wat hij gedaan had. En dat hij op allerlei manieren maar bleef ontkennen. Walter van Wee kreeg 3 jaar cel opgelegd en heeft nu recht op proefverlof. De directeur van de gevangenis bepaalt of hij dan naar Loosdrecht mag. Slachtofferhulp Nederland erkent dat een proefverlof zwaar kan zijn voor nabestaanden. Pas op het moment van het eindvonnis, dan kunnen ze iets afsluiten. Als dat proefverlof er kort achter zit, ja, dan kan dat weer opnieuw confronterend zijn. Want eigenlijk worden alle wonden weer opengereten. Ik lig er wel wakker van. Het is iets wat weer extra aanwakkert. Wat in ieder geval niet een positief iets is om dingen te verwerken om in een rustig vaarwater te komen.